De nachtzoen. Praten over tobben werkt vaak beter dan het in je eentje doen. Dit lid van generatie Y vertelt waar de twintigers van nu mee worstelen en zoekt naar een oplossing. Een tweede nachtzoen van Simon Heijmans. Jij bent 28, ik 27, dus wij zijn generatiegenoten. Ja. Waar maakt onze generatie zich zorgen over, denk je? Wauw. Is er iets typisch wat van ons is? Ja, nou ja, wij heten dan de millennials met z'n allen. Waarvan ik wel denk dat je daar vaak probleempjes over hoort. Of ik denk, nou, dat valt allemaal wel mee, zo worden we gezien. Maar ik denk wel dat onze generatie... Wij zijn opgegroeid in een tijd van heel veel mogelijkheden. En in een tijd waarin heel veel vrijheden al bevochten waren. Maar daarmee komt dus je eigen verantwoordelijkheid. Wat betekent... Doe ik het wel goed? Ben ik wel gelukkig? En daar moet je zelf naar op zoek. Maar ook zijn wij een generatie die gewend is heel zichtbaar te zijn. Zonder de dooddoener van de social media erin te gooien. Maar wij zien veel van elkaar en we worden ook veel gezien. En daarmee komt denk ik ook, omdat dat gedeelte nieuw is, dat je gaat kijken hoe word ik dan gezien en kan ik dat... Mm-hmm. Vind ik dat fijn hoe ik gezien word. Ja, dus je noemt twee dingen. Dat er bij ons relatief veel ruimte was om jezelf te ontplooien. Ja. Dat geeft dan een soort druk van, ga het nou ook maar gewoon doen. Ja. Aan de andere kant, dat je dus ook van daaruit voortdurend bekeken wordt. Ja. Van, nou, hoe ben je dat dan aan het doen? Dat gelukkig zijn en zo. Merk je dat zelf ook? Ja. Ja, ik merk wel... Ik ben ook wel bezig met een soort bevestiging van buitenaf. En ik denk ook wel... En dat is misschien een generatieding. Ik denk heel snel, als ik dan daar ben, dan is het gelukt. Of als ik dat bereikt heb, dan ben ik af. Dan ben ik gelukkig. Ja. Maar dat is natuurlijk... Gelukkig zijn is maar een moment. Dat is een, want wat gebeurt er dan als je bijvoorbeeld... Nou ja, je staat nu met een eigen voorstelling op de planken. Ja, nou, ik heb net een voorstelling gemaakt voor Altijd Duurt een Jaar. Dat was een solo voorstelling die ik schreef en speelde zelf. En was dat ook zoiets waarvan je dan dacht, nou, dat was als ik wel daar ben dan... Nou, dat was wel een risico wat ik nam. Omdat dat was voor het eerst dat ik een avondvullende voorstelling maakte. En dat verkocht en zei, nou, dat wordt heel hartstikke goed. En dat werd het ook gelukkig. Ik kreeg hele fijne reacties en een 5-sterren recensie. Maar de dag dat die recensie uitkwam, had ik gespeeld in Bellevue als lunchvoorstelling. Die recensie kwam uit, hartstikke blij en gelukkig. En ik zat op de fiets naar huis en toen keek ik om me heen en toen dacht ik, niemand weet dit. Ja, en dat is dus ook helemaal niet erg. Maar niemand is hier op dit moment mee bezig, die hier fietst en rijdt. Vandaag is het misschien op Facebook even, oh goh, wat leuk, je hebt een 5-sterren recensie, wat geweldig. Volgende week is iedereen het weer vergeten. Maar dat was ook een bevrijdend moment. Ik heb toen heel hard zitten lachen om mezelf op de fiets. Omdat ik wel lang had gedacht, oh, ik heb daar lang aan gewerkt. Ik ben daar echt een jaar met alles mee bezig geweest. En dan denk je, als het dan af is en goed ontvangen wordt, dan ben ik er. Ja. Maar ja, dat is helemaal niet zo. Dan en dan het, komt okay. er weer iets nieuws en dan Next. Wil je weer iets nieuws. Ja. En dan is dat even heel belangrijk en even is dat een heel groot geluk. En, dan, en wat neem je dan vanuit die ervaring mee naar een volgende hoogtepunt waar je nu misschien naartoe leeft? Nou, misschien het minder naar zo'n hoogtepunt toe leven. En gewoon eens kijken wat er nu is. En dat is natuurlijk de ideale wereld, maar het lukt me steeds een stukje beter. En hoe doe je dat? Nou, het gaat dan uiteindelijk dus niet om de hoogtepunten. Dus het gaat niet om dat ene moment op die piek en dan op die piek. Maar het gaat ook om... Het gaat ook om de reis. Verschrikkelijk. Maar het gaat ook om de reis. Het gaat ook om even stilstaan bij iets. Of even luisteren naar een ander. Even tijd hebben voor elkaar. Lekker koken. Gewoon de kleinere dingen die je eigenlijk elke dag kan beleven. Daar zit ook mm-hmm. heel veel geluk in verstopt. Er zit ook de wijsheid in. Ja. Ja. Want onze generatie die typeert zich ook door relatief veel burn-outs en depressie. Ja. Heb je daar nog warme woorden voor, zo vlak voor het slapen gaan? Voor de burn-out en de depressie? Nou, ik heb hem zelf gelukkig niet gehad. Nog niet. Ik denk, maar ik heb wel om me heen gezien hoe pittig dat kan zijn en dat je... Je kunt er echt helemaal van af liggen.
En het is heel moeilijk om op tijd te zeggen, nu doe ik een stap terug. Omdat je denkt heel snel, ik kan nog wel eventjes. Ons tempo ligt heel hoog, denk ik. We kunnen veel tegelijk. En ik denk dat je uiteindelijk, of tenminste, ik ben er voor mezelf achter, dat ik hoef niet een week op vakantie. Maar ik moet wel elke dag even, al is het maar een kwartiertje, tegen mezelf zeggen, nu doe ik even niks. Of doe ik even iets wat echt alleen maar voor mezelf is. En dat is dan bijvoorbeeld lekker koken. Dat noemde ik net ook al. Maar dat is dan even echt een moment waarop het alleen maar even daarover gaat. En dan ben je ook vrij snel weer hersteld. Het gaat denk ik over het moment dat je maar doorgaat en doorgaat. En die boog gespannen houdt tot die knapt. Elke keer een beetje loslaten is ook goed.